Kinderen van de Jozefschool mogen de festiviteiten aftrappen met een optreden, bekend van het Songfestival. De kunstroute loopt door de Bonne en Oranjepolder. Een gebied dat eigenlijk door heel veel, vooral senioren, in de zomer gefietst wordt en gelopen wordt. En dat gebied hebben we opgefleurd met inspiratie van kunstenaars die daar kunstwerken gemaakt hebben. En dichters die poëzie hebben ontwikkeld voor dit gebied. Aan die juf ook. Wat ik er zo leuk aan vind is dat het een beetje tot stand is gekomen door een wedstrijd ook. Er zijn allerlei inzendingen geweest. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd tot 25 prachtige mooie borden met kunstwerk erop of een poëtisch gedicht. En ik denk weer een bezienswaardigheid voor Hoek van Holland. Ja, er zitten een paar oude boerderijen met ontzettend veel historie. En die hebben we ook aangegrepen en sommige kunstenaars en vooral dichters die hebben daar ook mooie gedichten over gemaakt. De wethouder stapt na de festiviteit op de fiets om het eerste bord te onthullen. 2, 3. Wie de route wil volgen, heeft nog even de tijd. Hij duurt tot oktober 2022. Ja.